Wat is uw ideale klant? Wel, dat is eigenlijk super simpel. Je moet daar geen boeken over lezen. Ja, dat is veel te veel stress, veel te veel kennis. Dat leidt tot burn-out. Ik heb een veel simpeler systeem. Dus wat is hun ideale doelgroep? Nee? Kijk, een ideale doelgroep ziet er ongeveer zo uit. Kijk, je hebt mensen met veel geld, dus veel euro's. Nee? En je hebt mensen met weinig geld. Nee? En je hebt domme mensen. En je hebt slimme mensen. Nee? Voilà, zie je dat? Dan is de vraag nu, je hebt hier vier kwadranten, waar zit je ideale doelgroep? Waar zit u? Niet daarop naar conclusies gaan, hè, mens. Moet ik hier nadenken. Hè? We gaan hier samen nadenken. Waar zit je ideale doelgroep? Waar ik hier begin. Een slimme met veel geld. Daar moet je niet mee beginnen. Daar moet je niet mee beginnen. Die kan onderhandelen, die vraagt korting. Dat zijn de kortinghufters. Hè? Dus daar moet je niet... Daar kun je niks mee doen. Korting, onderhandelen, die hebben u liggen. Hoe zijn die aan hun geld geraakt? Dat moet je altijd afvragen. Zo'n slimme, hoe is die aan zijn geld geraakt? Dus moet je niet mee beginnen. Dan heb je een slimme zonder geld. Daar heb je interessante discussies mee. Gelijk met een leraar. Hier zijn de leerkrachten. Leraar. Slim. Slim, maar geen geld. Zo. Interessant gesprek. Ga je het nu kopen? Nee, het gaat niet gaan. Ik heb geen geld. Dus die hebben, dat zijn leerkrachten. Interessant, maar dat is tijdverdrijf. Dat is tijdverdrijf. Dan hebben we een dommerik zonder geld. Hè. De verkoop gaat heel vlot. Hè. Je kunt die man alles doen kopen. Zo, serieus, gaat dat me helpen? Dat gaat nu helpen. Hè. Dus het gaat heel simpel, de verkoop, maar de misère begint achteraf. Hè. Dus je hebt dan veel klachten, want ze verstaan het weer al niet. Hè. Of kosten, want ze hebben het kapot gemaakt. Hè. Dus daar hebben we veel kosten en klachten achteraf. Dus daar verdiende dus niks aan. Nee. Maar waar verdien je dus wel iets aan? Dat is een dommerik met veel geld. Dat is je doelgroep. En dus onthoud dat, mensen. Een dommerik met veel geld. Zwaar, hè? En dat klopt in elke markt. Hè. Dus zit in de bouw, of in de IT, of in de marketing. Dus een dommerik met veel geld. Dat is hun ideale klant. Dus de volgende keer dat je naar de bank gaat achter geld, met dat project, zo'n business case, gaan naar de dingen en ze vragen, oké, interessant ding, en wie is uw klant eigenlijk, of aan wie ga je dat verkopen? Ah, wel, een dommerik met veel geld. Dan moet je zeggen tegen uw bankier, een dommerik met veel geld. En uw bankier gaat zeggen, maar hier, dat is niet serieus, hè. Ja, dat is niet serieus. Ah, wel, dat zijn onze klanten. Dus...